Als je bij een informatiecentrum binnenkomt, dan loop je eerst tegen de tijdschriftenkast aan. Dit is een centrale dienst binnen het Delfton College. Dus is onze doelgroep 16.000 studenten en 1.000 docenten medewerkers. De tijdschriftenkast is, zoals je ziet, niet hele klantvriendelijke. Hier moet veel meer gebruik gemaakt gaan worden van display. Vooral ook omdat je een doelgroep hebt die heel erg geprikkeld moet worden om dus informatie tot zich te nemen. Dus dat is een punt waar we de komende tijd ook meer aandacht aan zullen besteden. Het Media en Informatiecentrum heeft pas een jaar geleden haar deuren geopend. Er was nog nooit een binnen Deltion één centrale Media en Informatiecentrum. Voorheen waren het gewoon OLC's. En die toch een andere doelstelling hebben dan dat wij het hebben momenteel. Mm-hmm. Onze intentie is eigenlijk om zoveel mogelijk digitaal aan te gaan bieden. Daarvoor dus ook onze Finservice Fiducia en onze samenwerking met Bibliotheek Zwolle. En hopelijk in de toekomst ook nog binnen zijn. Yes. Even kijken, daar heb je ook nog DVD-bak te staan. Nou, hier zie je twee bijna lege kasten staan. En deze zullen ook langzaam uitsterven. Dat is de romankast. En dat is, daar hebben we maar heel weinig van, omdat het ook niet zozeer gebruikt wordt hier. Maar dat moet eigenlijk aangevuld worden door de samenwerking met de bibliotheek Zwolle. Zij hebben daar een hele ruime collectie van en op die manier kunnen wij het hier binnen de muren van onze organisatie halen. En de DVD-kast is ook een uitstervend ras, omdat wij heel veel digitaliseren. En dat slaan wij onder andere op in NetSchool momenteel, dus onze elektronische leeromgeving. Mm-hmm. Waardoor het echt tijd en plaats onafhankelijk wordt en de docenten het zo kunnen gebruiken en beschikbaar kunnen stellen voor de studenten. En we zijn druk bezig om een streaming server of in ieder geval meer de digitale kant op te gaan. En het liefst ook ontsloten door ons. Ja, mooi. Hier hebben we de balie. Hier zie je een hele grote balie. No. En hier kunnen de studenten terecht om hun materialen dus te lenen, terug te brengen. Docenten en medewerkers trouwens ook. En hun vragen te stellen. Wat we hier ook doen voor de studenten is kleurenprint en inbinden. Dat zijn toch wel hele grote lokkertjes voor de studenten om ze ook hier over de drempel te krijgen. En aan de kopkant zeg maar, van de balie, daar zie je een hele nieuwe dienstverlening van ons. En dat is de DigiDesk. En de DigiDesk is een leerbedrijf van het ICT Lyceum in samenwerking met het MIC. En deze is gisteren officieel geopend en is ervoor ter ondersteuning van studenten en docenten in hun dagelijkse werk met applicaties. Dus dan moet je denken aan alle vragen over onze elektronische leeromgeving, dat ze er niet in kunnen. Of dat docenten zaken geplaatst willen hebben, maar het niet voor elkaar krijgen. En vragen over Office, maar ook samenwerking met andere opleidingen, grafisch vormgeven. Om dus totaalproducten voor docenten te ontwikkelen. Dus als een docent digitaal leermateriaal ontwikkeld wil hebben. Idealiter willen wij dan het didactisch concept van de docent. Daarin ondersteunen wij ze ook middels workshops. Maar echt het product kan gemaakt worden door grafisch vormgeven en door de student van het ICT Lyceum applicatieontwikkeling. Dus op die manier proberen we de cirkel rond te maken. Dus we hebben een elektronische leeromgeving en hiermee willen wij dus de vervolgstappen e-learning zetten door de docenten het ook te faciliteren om er goed mee om te kunnen gaan. En ook de studenten faciliteren middels het MIC om dus goed gebruik te maken van de informatiebronnen. Het MIC is eigenlijk ook heel kort gezegd de bronnenlijn binnen het didactisch concept van Deltion. Het didactisch concept van Deltion bestaat uit drie lijnen. Onder andere praktijklijn, en dat is de stages en de TV, en reflectielijn en de bronnenlijn. En het MIC heeft als opdracht om dus die bronnenlijn in te vullen. En vandaar ook deze fysieke omgeving dus met fysieke materialen en sterke ontwikkeling naar een digitale poot in de vorm van de Finservice Fiducia. Waarmee we dus de
elektronische leeromgeving ontsluiten en verrijken met digitale informatiebronnen op maat, die wij onder andere binnenkrijgen via eigen licenties die we hebben, via Kennisnet en via de bibliotheek Zwolle. Zo, hier heb je groepswerkruimtes. Nou, hier in het zedenwerkruimtes. Ja, hier het MIC kunnen studenten zelf aanlanden. Ze kunnen in groepjes werken of individueel. Alles is wireless. De meeste studenten hebben een eigen laptop. En ze kunnen hier gewoon tussen 8:30 en 5:00 gaan zitten en werken. Het is ook wel zo dat er steeds meer docenten en instructeurs ook meekomen om ze toch een beetje begeleiding te geven. Dit ook wegens een groot lokale tekort. Ja.